Het arbeidsrecht voorziet voor de werknemer in een basisbescherming tegen ontslag. Maar verkozenen van sociale verkiezingen of werknemers in een uitzonderlijke situatie zijn extra beschermd. Human Resources-experte Sandra van Dorpen praat erover met meester Filip Tieleman. Welkom Filip, voor vandaag alweer een zeer boeiend thema op ZHR, namelijk het beschermend karakter van onze arbeidswetgeving. Die arbeidswet, zoals vele wetten, is complex, maar zit ook vol beschermingen, vooral beschermend naar de werknemers toe. Ja, dus in feite, het zit in de genen van het arbeidsrecht dat men de zwakkere partij gaat beschermen. En de wetgever gaat ervan uit dat de zwakkere partij in de arbeidsrelatie per definitie de werknemer is. Ja, als de situatie zich dan toch noopt tot het ontslag of tot een ontslag, wat raad jij dan werkgevers aan? Het is vooral cruciaal om zich altijd de vraag te stellen: is die werknemer die ik wil ontslaan op een of andere manier beschermd? En ik vind het soms onthutsend dat een bedrijf zich die vraag niet stelt. Ja. Met alle gevolgen van dien. Niet alleen dat het u gigantisch veel extra geld kan kosten, maar daarboven dat je ook nog in feite verzuurde relaties krijgt met de vakbonden, omdat men een beschermd iemand toch heeft ontslagen. Welke fouten worden er het vaakst gemaakt? Feite zeer opvallend is dat een bedrijf tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst al te weinig formeel, dus schriftelijk, een werknemer gaat aanspreken die iets verkeerd doet. Het arbeidsrecht, arbeidsrechtbank, houdt alleen rekening met wat effectief op papier staat in gebrekenstellingen, evaluaties. Ja. En bij evaluatie zien we ook dat heel vaak die niet de realiteit weerspiegelt zoals die objectief gezien wel is. Ja. Waardoor men dan op het einde van de rit, als er een ontslag is, gaat zeggen: de enige reden waarom die persoon ontslagen is, dat is die bescherming. Ja. Ja. Tweede fout die regelmatig voorkomt, dat is dat men geen rekening gaat houden met de categorie van de niet verkozen kandidaten bij sociale verkiezingen. Ja. Die hebben dezelfde bescherming als een effectief verkozen lid. En het is een beetje des mensens. We hebben onze Olympische Spelen, de sociale verkiezingen, om de 4 jaar. Dat men het derde jaar bijna niet meer weet wie heeft er ooit op die lijst gestaan. Dus men moet daar in feite ergens intern maken dat er ergens een signaalfunctie is dat die persoon die bescherming geniet. En dan een derde zaak, misvatting, dat is dat men denkt dat wanneer men een collectief ontslag of sluiting heeft, dat die beschermingen in feite automatisch wegvallen. En dat is niet zo. Goed, Filip. Ik onthoud vooral dat men best heel goed bijhoudt wie extra of speciaal beschermd is. En dat men ook, als men iemand wil ontslaan, natuurlijk een goed gesprek heeft, maar ook vooral heel goed documenteert wat de reden van het ontslag is. Niet enkel op het einde of bij het ontslag, maar gedurende de carrière van de persoon. Heel hartelijk dank voor dit gesprek.